Het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, organiseerde vanmorgen in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een high-level seminar voor beleidsmakers en directeuren van financiële instellingen. De organisatie doet dit om de capaciteiten van de landbouwsector te ontwikkelen en om de toegang tot financiering voor kleine boeren en landbouwbedrijven te vergroten. In deze context ondersteunt het SAMA-project de operationalisering van het kredietgarantiefonds van Suriname, CGFS, om het financiële systeem te stimuleren en de kredietverlening aan de landbouwsector uit te breiden door middel van verbeterde onderpandmodaliteiten. Rudolfo Curus, consultant van de Food and Agriculture Organization, FAO, legt uit dat er verschillende barrières zijn voor kleine boeren om een lening te kunnen bemachtigen. It is tough to produce, it is tough to have a farm, but it is also tough to finance a farm. And there are two general dimensions of rurality that have an impact on this. It is that geographic perspective, where are they located, where's the distance, can I go all the way there for hours to serve this client? Or I will stay only with the clients near the branch. And sectoral perspective, would I lend to subsistence farmers, or I will forget about them, or I'm only lend to the large commercial ones? And there are five barriers for financial institutions. Distance is one, and I just mentioned geographic or even poor roads. And all that will cost transaction costs, and if costs are high, the institution might decide not to lend to this type of population. Het seminar heeft tot doel overheidsinstanties en bankdirecteuren te informeren en te begeleiden over hoe kredietgarantiefondsen het beste kunnen worden gestructureerd, ondersteund en gebruikt in de context van Suriname en de CGFS. Curos zegt verder dat financiële instellingen niet alle informatie hebben van vooral kleine ondernemers. So they have to go there and collect information and construct the financial statements. So there are different innovative ways to collect information when we have a different client. So that's the responsibility of the institution. So what we are saying here is that the responsibility for changing things, for increasing financing of agriculture, lies in both in the financial, and I'm about to finish. So the responsibility for changing things lies in both financial institutions that use different mechanisms that are available. Farmers not work by themselves, take advantage of a processor. Understand that if he leads to a processor, the bank will have more information from him than if he just acts alone. And the processor the same. De Stichting Kredietgarantiefonds Suriname is oorspronkelijk in 1979 opgericht door het ministerie van Financiën om de toegang tot krediet te verbeteren voor kleine boeren, plattelandsondernemingen en kleine en middelgrote landbouwbedrijven. In 2014 werd het geherstructureerd als een stichting met een bestuur en eigen vermogen om te beheren. Het zorgt voor gedeeltelijke kredietgaranties tot 80% voor kredietaanvragers met onvoldoende onderpand. Tijdens het seminar hebben vertegenwoordigers uit de regio, met name Peru, Colombia en Barbados, hun ervaringen gedeeld met de werking van kredietgarantiefondsen in hun respectieve landen.